We houden een fotoshoot. Wat een lekkere appel. Oh, dat is echt wel. Ze wordt jaloers. Zit er aan. Mam, meid. Goed zo. Ze geeft een stukje terug. Nee, dit is voor Paulina. Goed kijken. Even de been laten zien. Even wachten tot het op heeft, dan kan ze me een kusje geven. Oh ja. Oh ja. Ja. Bijna van de schoenen. Ja, nog meer laten vallen kan. Peen en appel smaakt heel anders. Ja. De. Zeker. Nee, die. Jij mag. Is kus. Hallo, ze zien de grond. Wat? Dus kijk je naar de grond, dat is niet zo leuk. Oké, hierna gaan we naar Carina. Hierna naar Nelson. Ja, Nelson wil ook een ja. Bel, ik heb hier nog meer. Ja, dat is nog, nu wil ik hem helemaal. Krijg je niet. Moet het eerst aan mijn rug. Echt een hapje. Camera. Ik ga het stiekem pikken. Ik ga het leren. Prachtig knippen. Ja. Die is goed voor Lina. Die ja, goed zo. Klein. Lina is ook extra klein, dus. Zo lukt het. Oh, dat is echt gemeen. Ja. Kom maar. Ik kan ook vlemen, doe maar eens. Ik ook. Tot zo, Bel. Nee, je moet even wachten. Beentje. Wachten. Maar dan kan je toch eens pakken als je honger hebt. Kijk, dat bedoel ik. Niet helemaal. Ik nog zo'n stukje. Oh ja, gooi het op de grond. Hallo, ik heb hier nog wat. Ik heb nog één peen voor Nelson en nog een peen. Ik heb Winky net al gegeven. Oh ja, mag mijn handjes. Nee. Zo, oké. Okay. Hij stopt net voor mijn hand. Dat is heel schattig. Kijk, ik heb hem dit, hè. Ik zie Kim in de aantocht. Kim! Gevaarlijke Kim. Zo, Christine en Kim zijn er al. Zo, stap hoort er natuurlijk ook bij. Daar staat hem. Die vandaag ook proefje doen. En hetzelfde setje en zo'n beetje. Ik ga je hoefjes mooi maken. Ik ga je maanvlecht doen. Hé, hey, Tatum, weet je wat fijn is? Bel, hoefjes zijn bijna altijd wel helemaal schoon. Oh, rustig. Zet maar neer, pony. Kijk, bel dan. Je mag hem neerzetten. Hey, Tatum, bel te lange manen. Kom eens. Kan je het zien? Nou, misschien kunnen jullie wel naar het afzet komen. We hebben nog geen haat, maar je moet wel gewoon proberen. Ja. Zo, darling. Toch niet helemaal niks leuke spullen mee. Hi, Bel.
voorstellen, dat zou wel goed gebeuren. Nou ja, het moet in ieder geval gewoon een gezamenlijk zijn voor laat hem als je elastiekjes nodig hebt, kan je hier komen pakken. Ik heb er heel veel. Bref, blijf je zo staan? Ballen, roze petten. Ja, ja. Zo, die zijn heel erg dik. Ja, hoe is dat? Ik ben blij dat je gewoon hier bent in plaats van dat je op de. Zo. Hé, wat zie je er mooi uit met je appeltjes? Wat zeg je? Ik ben een fruitmand. Een fruitmand? Ja. Dat is echt voor mij een fruitmand. Als je dat echt wil, als je hem opeet. Oh, dan had je moeten zeggen dat je een deken kon winnen. Oh, die deken kan zo goed krijgen. Oh, die hebben we al. Je mag toch niet met een andere deken, dus. Je zou staldeks moeten hebben met hartverpaarden. Ja, dat vind ik een beetje ver gaan, omdat ze daar toch wel een hele stal mee achter moet zetten. En hier is Tessa aan het vlechten. Ja. Zie je, dit is iets beter. Zo heeft ze in ieder geval, kan ze iets meer naar beneden met de kopje. Ja, wie hebben we hier? Hallo. Ja, toen is Felina aan het vlechten. Het gaat niet heel gemakkelijk. Wat zei u? Hele dikke manen. Het gaat niet heel makkelijk, het zit hele dikke manen. Ben je lekker bezig? Blijf je lekker van de straat. Zo. Hey Bel. Hallo Bel. Kijk naar het ontzettend gave halster wat Bella aan heeft. Ja. Super cool. Ja, hij is lekker bezig met. Ik vind het gewoon echt leuk als het. En ja, te versieren. Nou, je vindt het allemaal best. En Verona die is gewoon nog steeds. Verona is gewoon nog steeds oorlog aan het voeren met de hooinet. Ja, Ron. Hoi. Hoi. Nou, dat is toch het mooiste poly van het hele kabouterdorp. Leuk. En hier. Ja. Daar. Hallo, Inja. Dat is toch schattig? Ik vind het zo leuk, dit. Super gaaf. Ik hou ervan. Ik krijg gewoon een stuk in voor pluk. Een stuk van de pluk. Gewoon echt zo'n overdreven strik. Oh, doet ze nou heen, ja. Kijk. Het is jammer dat ik niet van wat van dat andere soort vrienden heb. Dat ik er ook nog van die krulletjes in kan maken. Ja. Ja, dat. Ik moet ook een dikke lint hebben. Hij stelt niet scherp. Dan moet je ietsje verder gaan staan en dan desnoods inzoomen. Die kop van je ook gewoon, ja. Yeah. Ik wil even een paar stukjes nog afknippen. Kijk dan, dat is toch schattig? Ik vind het ook schattig. Maar niet te kort. Nee, maar ik vind dit net te lang. Het moet zo lang zijn als het haar ongeveer. Als je haar maar niet afknipt. Nou, dat vind ik niet zo erg. Dat is ook genoeg van. Op zich denk ik wel precies de goede hoogte om te zien hoe jij vlecht. Ja. Dus dat is op zich wel gewoon. Misschien gaat hij er zo net overheen. Nou, kijk. Nu niet. Nee, nu niet, nee. Ik ben wel even stilstaan.
Dat voorplukt dan vast doen. Ja, en ik leg graag. Je krijgt kerstmutsoep, toch? Ja. Zo kan ik je niet bij. Je gaat de pony. Wat doe je nou toch allemaal? Je gaat de pony, ja. Je kan toch niet vechten? Je bent een gekke pony. Ja. Dat weet ik. Het is wel goed dat je niet zo groot bent. Hè? Nee, daarom past het dus goed bij mij. Ik ben ook gek. Volgende. Ben jij klaar met trekjes? Ja. Neem even een stukje lint voor een strikje in de staart. Neem even een stukje lint voor een strikje in de staart. Ja, heb ik al gedaan. Deze is nog niet leuk, dan moet ik eerst knotjes maken. Oh. Dus dat komt daarna pas, sorry. Inmiddels zijn we een heel stuk verder. Erna staat klaar met de camera. Kim is een soort aangekleed. Henja, die is al een heel eind. Die moet alleen mijn laarzen nog aan. Die moet de laarzen nog aan. Tessa hier, die wordt gepimpt door Christine. De pony is inmiddels in kerstsferen. Kijk dan! Dat is toch leuk? Erna heeft haar foute kersttrui aan. Moeten we wel even zien, Erna. Ja. I love kerst! Woehoe! Helemaal leuk. Nou, Bel die is de foute kerstpony. Zit ze zo beter? Ja, ze zit veel beter. Die heb ik niet bij me. Oh, nou, ik heb ook geen veiligheidsspel. Nee, nou ja, we roggelen het wel weer. Doe maar gewoon om. Kijk, en dan hebben we hier Bel en niet te vergeten, Tatenpie! Tadaa! En die heeft een kerstplastron gekregen ook. Moet wel even deze een beetje zo doen. Hoe mooi ben je? Prachtig. Oké, je moet zo even je jas aan doen. En Valina, die is een kerstpony ook natuurlijk, hè. Dat is toch schattig dit. Evelien, ja. Kijk, de Hart voor Paarden crew is er klaar voor. In de kerst. In de kerstsferen. Heerlijk dit, ik hou ervan. Prachtig. Volgende. Dit is helemaal over de top natuurlijk. En ik heb een jasje. En dan hebben we hier de roze versie. Ah, het is zo schattig. Al die mooie kindjes. Ik heb een jas aan. Je hebt het koud. Ja, die doen we zo uit. Ja. Nou, daar gaan de kindjes en de fotograaf voor de fotoshoot. Het zal niet het allermakkelijkste worden, want het is heel fris weer, maar het is wel heel erg leuk. Kom je toch niet meer bij? Ontspannen blijven, Tess. Oh. Het is, je mag wel draven als je maar ontspannen bent. Het is heel fris, dus we laten de ponies eerst eventjes een beetje bewegen voordat ze zo meteen voor de foto stil moeten gaan staan. Hoi. Hallo, hoe was het gisteren? Leuk. En de fotoshoot. Bel is natuurlijk veel te fris, maar we nemen de tijd voor vandaag. En daar is Erna. Zonder Erna kunnen wij geen foto's maken. Ze heeft haar eigen Instagram account, Erna Kuipers. En daar kan je heel veel leuke foto's zien. Hey. Enja. Fa is onze lachmachine voor de ponies en de kindertjes. Ik weet niet of ze er echt hard van gaan lachen, maar ik vind het in ieder geval helemaal leuk. Ik voel het wat dichterbij. Oeh, gelijk verslaafd ben ik. En nu is ze moe.